De wetenschapper Christiaan Huygens ontdekte in 1655 de ringen van Saturnus. Tijdens de museumnacht kon wie dat wilde door een moderne telescoop naar de planeet kijken. Het museum Hofwijk, de voormalige woning van Huygens, was mutjevol met belangstellenden. Vrijwilligers van Sterrenwacht Rijswijk hadden hun telescopen opgesteld op de brug voor het huis. Oh ja, wauw. Het heldere weer zorgde ervoor dat de planeet goed zichtbaar was. Is er wat te zien? Of? Zeker. Oké, okay, leuk. Vertel me een beetje scherp zijn. Vertel maar wat je ziet. Ja, ik kan je scherp stellen. Vertel eens wat je ziet. Ik zie een bolletje met ringen eromheen. Ja. En die ring, dat is een stofring. Dus dat zijn allemaal stofdeeltjes. En dat zijn er zoveel dat wij dat als een ring kunnen zien. En die draaien om Saturnus heen. Als kleine mini-maantjes eigenlijk. Zo zou je het kunnen zeggen. En wat het bijzonder is van die ring, hij is heel groot. Hè? Dat is een paar honderdduizend kilometer. Maar hij is maar heel dun. Hij is maar een kilometer dik. Dus het is eigenlijk een soort grammofoonplaat. Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik. Dat weten we gewoon. Ja, er zijn ruimtevaartuigen die zijn daar geweest. Oh, ja, die hebben daar rondgevlogen. Is dat uw kijker? Dit is mijn kijker, ja.